Wat is het unieke van deze boekenmarkt? Nou, wat vooral uniek is aan deze boekenmarkt zijn natuurlijk de tasjes. Voor €7,50 koop je een tasje en die kan je zo vol stoppen met boeken die we hier op de achtergrond hebben, als men maar wil. Ja, in de tas. Wat heb jij hier voor boeken allemaal staan? Is er voor elk wat wils? Ja, we hebben inderdaad echt van jeugdboeken, we hebben kinderboeken, de romans, de thrillers, maar ook naslagwerken voor postzegels. En, maar ook Tweede Wereldoorlog. Echt voor ieder wat wils, ieder zit er wel wat tussen. Het is alleen inderdaad af en toe even zoeken waar wat ligt. Hoe komen jullie aan al die boeken die hier verkocht worden? Nou, we doen vaak een oproep aan de mensen om boeken bij ons in te leveren. Dus mensen gaan dan kijken zo van, nou, hebben we nog boeken liggen? Die kunnen ze bij het wijkcentrum afleveren. Op het moment dat grote aantallen zijn, kunnen we ze inderdaad ook gewoon ophalen op afspraak. En die krijgen dan hier vaak een tweede leven, of in ons wisselsysteem, of inderdaad op de boekenmarkt, dat mensen weer kunnen kopen voor andere mensen. Het gaat goed met Erve Noordik, ook wat betreft jullie contacten met de gemeente? Ja, de contacten die we hebben met de gemeente zijn gewoon hartstikke goed. We spreken ze gewoon regelmatig over wat we hier doen. We kloppen ook inderdaad bij hun gewoon aan op het moment dat er dingen aan de hand zijn. En ja, voor de rest draaien we hier gewoon goed. En daar zijn we heel blij mee, al zouden we wel graag misschien wat meer vrijwilligers hier hebben voor het dagelijks beheer. Nou, praten we even met een trouwe bezoeker van de boekenmarkt. U bent hier vanmorgen op die boekenmarkt in Erve Noordik. Zoekt u iets speciaals? Nee, ik zoek niet iets speciaals. Ik mag graag rondes op zeg maar boekenmarkten. Het is een leuke bezigheid. En soms kom je ja, kleine juweeltjes tegen. Nee, dat is niet. Ze hebben een afgegaan. Dat is zo'n stop. Dan laat ik op mijn boek achter. Ja, dat doen we voor een paar cent op. Nou, ik ben er blij mee.